Ik heb wel eens gezegd, mijn hart huilt iedere dag. En daar probeer ik mezelf van af te houden. Ik probeer mezelf af te leiden. Maar als je kind zoveel pijn heeft, ze heeft zo weinig levenskwaliteit, dan is het gewoon heel erg zwaar. Dochter Lisanne kreeg de ziekte van Lyme via een teek tijdens een vakantie in Frankrijk. Wat volgde was een lange reeks ziekenhuisbezoeken, maar niets hielp. En nu kan ze bijna niets anders meer dan liggen. De laatste tijd vooral in bed. En soms kan ik serie kijken, maar meestal slapen. Ja, gaat het wel goed. De zorg voor Lisanne is zwaar. 24 uur per dag staat moeder Verina en de rest van het gezin voor haar klaar. Maar dat heeft zo zijn offers. Ik ben versleten door alle zorg. Echt, ik zeg wel eens, mijn lichaam is opgevreten door de stress. Lisanne was altijd een actieve meid. Ging graag naar school en werk, maar nu dat niet meer kan, ziet ze het soms niet meer zitten. Dan lig je hier maar en dan denk je, wat moet ik nu verder? Moet ik hier nu de rest van mijn leven blijven liggen? Het gezin heeft nu alle pijlen gericht op een behandeling met stamcellen in Duitsland, maar die kost 30.000 euro. Haar ouders zijn daarom een online inzamelingsactie gestart en die begint goed te lopen. Maar toen keek ik op de site en toen werd er gedoneerd en nog eens gedoneerd en het ging maar door. En volgens mij stonden we net al op iets van 15.000 euro. Lisanne houdt nu de hoop dat de behandeling gaat aanslaan en durft voorzichtig plannen te maken, voor als ze beter wordt. Ja, als die behandeling goed gaat, dan hoop ik dat ik ooit misschien mijn eerste autorijles of zo kan doen.